Hallo mensen, hartelijk welkom bij een nieuwe fanmail. Het zou een beetje raar zijn. Ik ben hier met Robin, hij mag gaan rijden. Want ja, ik heb geen rijbewijs. Lekker makkelijk. En ik kreeg een brief erbij en dan zei ze van, je mag deze fanmail pas openen in Duitsland. Dus we gaan naar Frankrijk. Ja, we zijn er! Robin, we zijn er! In Frankrijk! We zijn in Duitsland! Nee, we zijn in Duitsland, Robin! Ah, dan zijn we verkeerd. Shit, moeten we naar Frankrijk, jongens? Nou, we gaan eens even kijken naar de mooie landschappen hier in Duitsland. Prachtig ook, hè? Das Kitchen. Mooi, hè? Hier film gelijk groeien. Wat dan? Is er geen kerkhof? Kerkhof? Oh, shit. Ik film gelijk positiviteit hier. Mooie wieken, ro. Duitsland is wel zuinig met de wiek, geloof ik. Ja. Een mooi huis ervoor. Nou, zoals je ziet, staan we hier bij de Duitse auto. En ik ga mijn pakketje uitpakken. Voor een Lidl. We zijn hier bij een Lidl, hè? Ja, het is gewoon de Lidl, jongens. Oh, en ik scheur gewoon iets. Oh my god, jongens. Ik word verwend hier. Ik heb de brief een beetje kapot gemaakt. Kom, we gaan even in de auto zitten, want het is veel sneller. Kom. Er staat, hoi Vincent, ik vind je echt super en Disneycraft vind ik echt tof. De achtbanen zijn ook mooi en goed gemaakt. Groetjes Rick. Zie je nou te lachen? Kijk, en allemaal tekeningen. Zie je te lachen, Robin? Nee, ik vond het wel grappig dat je speciaal hiervoor naar Duitsland moest. Ja, dat wel, ja. Maar misschien komt het door het cadeautje. Ja, dat is een cadeautje. Ik ben best wel benieuwd. Nou, jarig, jongens. Hallo meneer de Duitser. Wauw, het is een Duckstad Pocket. Oh my god. Oh, dat is wel leuk. Dat is echt gaaf, die vind ik echt gaaf. Wauw. Is Ricky Go Gamers. Dus Ricky Go Gamers, nou, je hebt je geld opgestuurd via deze meneer, hartstikke lief. We gaan jou fit maken voor een maand. Dus bedankt voor het kijken naar deze fanmail. En wij gaan nog even naar de Lidl in Duitsland, want we gaan even lekker snoepen. Vinnie, We zijn toch in Duitsland.